Goedendag beste kijker. Voor een keer goede nieuws vanuit Duitsland, ze vallen sinds minder slecht dan verwacht. De BBP-cijfers waren uiteraard wel de groot nieuws van de dag. Iedereen verwacht een technische recessie, dus 2 kwartaal op rij van negatieve groei. Het is niet het geval geweest. Duitsland is erin geslaagd om een licht positieve groei te tonen, dankzij consumptie. Vooral op dit moment. Moeten we daarvoor enthousiast over de toekomstige ontwikkelingen zijn in Duitsland? Zeker niet. Ik denk het feit dat de Duitse economie amper groeit op dit moment is duidelijk naar mijn idee een aanbeveling voor de Duitse regering dat meer moet gedaan worden aan de investeringkant om de Duitse economie weer te doen groeien. Duidelijk wat de economen sinds enkele maanden vragen. Meer fiscaal beleid in Duitsland. Duitsland is, zoals Nederland, een van de weinige landen in Europa die zich dat echt kan permitteren. En waar het ook duidelijk noodzakelijk is. In Nederland zou je nog het vraag kunnen stellen, want de groei in Nederland is tamelijk sterk op dit moment. Veel sterker dan in Duitsland. En ik denk dat sowieso de regering in Duitsland moet nog altijd compenseren voor de druk die komt vanuit de handelsoorlog. En die gaat ook niet snel opgelost worden. Dus meer investeringen zijn duidelijk nodig. Ik denk verschillende richtingen. Dus er zijn sowieso een aantal objectief om de akkoorden van de Parijs Klimaattop te kunnen respecteren. Duitsland heeft een bewuste keuze een paar jaren geleden gedaan om uit de kernenergie te stappen. Er zijn nu grote investeringen nodig om de milieu van de transitie naar nieuwe energiebronnen te verzekeren. Dus om inderdaad ook af van de kolenergie te kunnen geraken. In Duitsland. Ik denk aan de investeringskant nog altijd qua investeringsspoorwegen is een absoluut noodzaak in Duitsland. We zien dat overal in Europa de investeringen in die richting nemen toe. Ik denk bijvoorbeeld het voorbeeld van Thalys-treinen die nu prima tot in Amsterdam geraken, maar dat is toch te weinig het geval voor Duitse ICE-treinen. Dus daar moet er ook veel voor gebeuren. Ik denk dat we gaan een veel soepeler fiscaal beleid zien in de komende maanden in Duitsland. Ik twijfel echter dat dit genoeg zal zijn om Europa te redden. Europa of Europa weer te doen groeien. De capaciteit om Duitsland om de ganse Europese economie naar boven te trekken is beperkend. Daarvoor moet de Europese Commissie met zijn eigen krachten, met zijn eigen middelen ook een plan op Europees niveau voorzien. Dat is voor een stuk al van toepassing met de Juncker-plan, maar er moet nog meer komen in die richting. De andere goed nieuws van de dag kwam ook vanuit Duitsland. Er is ook misschien dan een stap in de goede richting voor die Europese projecten. Dan hebben we een beetje meer alleszins meer bereidheid om te streven naar een Europese bankunie in Europa. Dat is een absoluut noodzaak om Europa, de Europese bankensector, stabieler te maken, sterker te maken voor de toekomst. Dus dat was dan ook geruchten die vandaag uit Duitsland kwamen. Dus minder slechte nieuws vanuit Europa op dit moment. Maar opnieuw, voor de toekomst moeten we vooral meer Europa zien, meer integratie om long-term positief te zijn op Europa. Op dit moment blijven we bij JP Morgan nog altijd voorzichtig ten opzichte van Europese aandelenmarkten. Die hebben goed geperformeerd de voorbije dagen, voorbije week, maar die integreren enorm veel goed nieuws. We zijn er nog niet uit van de handelsoorlog. Er zijn veel onzekerheden, ook in de Duitse autosector op dit moment, waar er, net zoals in het Duitse land, veel investering nodig zijn om inderdaad ervoor te zorgen dat de sector zich eruit kan vinden in de nieuwe omgeving die vraagt voor steeds milieuzuinigere wagen, wat op dit moment niet het geval is in Duitsland. Dus met andere woorden, op dit moment nog altijd voorzichtig ten opzichte van Europa. We hebben eigenlijk de worst case scenario op een nippertje aan ontsnappen. Maar dat wil nu niet zeggen dat de komende maanden veel beter zullen zijn. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat de groei in 2019 op het laagste niveau sinds 5 jaar ging zijn. En volgend jaar verwachten ze amper 1,2%, dat is onder de potentieel van de eurozone, toont aan dat in Duitsland, in Nederland, in gans Europa er meer geïnvesteerd moet worden.